Hij splasht, hij spartelt en hij zwemt. Hij splasht voor jou en hij splasht voor haar. Hij spartelt heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan splasht, dan plonst hij en dan duikt hij wat voor hem. Ik weet, het was super slecht, sorry. Stevie, mede mogelijk gemaakt door Heerlijkheart. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe unboxing in deze aflevering. Gaan wij de Towering Splash GX box doen in verband met Magikarp en Wailord. Al moet ik wel zeggen dat deze art een beetje apart is. Deze promo die zit ook in de nieuwe set Demon, waar we een volgende unboxing over gaan doen. Waarom niet? Dus, maar ja, ik vind het wel heel erg gaaf dat je dus nou de tag hebt. Het enigste nadeel wat er dus wel in zit is, en dan ga ik jullie eigenlijk gelijk uitleggen hoe dat die team, je krijgt nog iets open, ik sloop heel die doos, wat maakt mij het uit, hoe dat heel die tag team werkt. Dat is best wel jammer. Kort gezegd, zal even bij Eve zitten, even hier bij Jackie zitten, even tussen Jackie en Hazel. Helemaal geen enkel probleem. Oh mijn god, ze hebben allemaal namen. Ja, dat weten jullie ondertussen wel. Laten we eerst eens heel even gaan kijken naar wat is die team tag splash nu eindelijk. En zoals jullie zien, ik krijg de kaarten er veel makkelijker uit. Nou, dit is een splash kaart. Dit is tag team. Met tag team heb je twee Pokémon, Magikarp en Wailord op dit moment met Super Splash. Voor 5 energie doet hij 180 damage en voor 1 water energie. Dit Pokémon is at least 7 extra, dus voor 8 water energie. En attached to dit doet deze 100 damage naar elke Pokémon op de bench. En anders zou hij maar 10 doen. Dus je moet er echt op zijn minst 8 energie onder hebben voordat hij dat wil gaan doen. Klinkt heel erg sterk, maar er zit ook een nadeel, want deze heeft dus 300 HP. Het grootste nadeel met deze is, op het moment dat deze knock-out gaat, is het geen 2 prijzen die je mag pakken, maar 3. En dat is dus de tag team GX kaarten. Dus op zich is het een leuk idee, maar echt serieus, als je dus een deck gebaseerd hebt op deze, er hoeven maar 2 uitgeschakeld worden en de overwinnende tegenstander die heeft al gewonnen. Nou, om deze kaart heel eventjes ook naar jullie natuurlijk even in het groot te laten zien, hier heb je hem nog eens een keertje in het groot. Magikarp, nou die wordt hier niet opgegeten hoor, die wordt er dan gelijk zo poef uit en dan doet hij dus die super splash. Gaan jullie toch wel een splash show doen? Nee, natuurlijk niet, Magikarp. Ik bedoel serieus, die komt uit de spuitkap dan zo bof, die wordt er dan zo uitgespoten, weet je wel. En die komt met een vaart van naar beneden en dan begin je een bal, 180 damage. Maar goed, dat is dus de Towering Splash. Ik zal eventjes de Super Splash. Ik zal deze heel eventjes dan hier neerzetten. Oké. Eventjes de pakjes. Eerst even kijken, wat hebben we hier? Want ja, we hebben de vorige keer hebben we dus Eevee pakjes gedaan. En ik dacht dat er nu altijd wat voor Carver. Samen heb je dan tadadadadada. Eevee en Carp, Lost Thunder, Celestial Storm, Lost Thunder, Seamed. Oké, blijkbaar gaan we dus heel eventjes beginnen met de Steam Switch, waarom ook niet? Glaceon hier te zien in die plek, serieus, die zit er gelijk zo. Let's get over this. Oké, en nu laten we dit allemaal heel erg snel gaan doen. Ik moet zeggen, ik vind de tag team wel heel erg leuk. Daar ben ik best wel bang. Want ja, we proberen natuurlijk elke keer iets nieuws te verzinnen. Ik bedoel, we hebben breakkaarts gehad, we hebben de prismkaarten natuurlijk. Pokémon gaat al over 20 jaar geleden ondertussen. Net zoals een trading card game. En wat dus, wat ik echt zelf bijvoorbeeld heel erg hilarisch vind. Echt over een jaar of... Over een jaar of... Laten we zeggen 10. Krijgen we gewoon 1 kaart, you win the game. Dus zo snel mogelijk die kaart pakken, you win the game. Ik zie het nog gebeuren. Oké, Steam Siege. Volgens mij was dat 3. Veel te lang geleden, echt. Oké, eens even kijken. We hebben Spiritling, want ja, Mega Evolutie, dat was dan natuurlijk ook een ding. We hebben Klein, Kleine Klong, Special Charge, Ponyta. Ik zie hier een Rufflet, ik zie hier een Larvesta, ik zie hier een Joltik, ik zie hier een Tangela, ik zie hier een Dredigan op Reversed Hollow en een... Hoe nog een Gravitan? Not bad, not bad, not bad. Het is een beetje... Maar, nou... Hallo rare. Die zien we niet zo vaak. Goed, nou, Lost Thunder. Waarom ook niet? Al weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, hallo rare. Is dat niet eigenlijk een beetje een teleurstelling? Ik bedoel, het had een GX kunnen wezen, maar ja, daar heb je eigenlijk bij elk pakje, weet je wel, van. Het had een GX kunnen wezen. Goed. Jullie zagen de eerste Pokémon. Goed, even zien de volgende.
Stop, 1, 2. Jullie weten waarom dat ik de codekaart netjes verwijder. Even dan met, ja, sommigen die kennen bepaalde trucjes mee zien. En daarvoor laat ik het gewoon helemaal weg. Ik ga jullie de truc opnieuw vertellen. Ook niet, want dan vind ik veel te veel spoilers. Ik vind het al erg zat tot ik de truc ken. Goed. Psychic Energy. Custom Catcher. Fairy Charm. Hitman Top. Omnis. Oh, die zagen we net niet. Spinnerack. Poplio. Dendier. Chansey, Reversed Hollow Marini als water Pokémon. Waar is mij? Is dat? Ik weet dat Marini poison is, maar is dat een water poison Pokémon dan? I don't know. I didn't know. Zo! De Frikandel! Hollow Rare. Weer een Hollow Rare. Magikarp doet het heel erg goed op het moment. Serieus, er zijn al twee Hollow Rares. Nice! Heel erg grappig van Magandel, Frikandel. Die is heel erg populair en dat hij in heel veel decks wordt gespeeld. Echt, die heeft een ability dat je dus elke keer een energy card van de discard pile aan hebt kan geven. Wordt dus in heel veel metadecks gebruikt. Tenminste, zover dat ik online heb gezien. Want ja, vergeet niet, ik speel natuurlijk ook nog eens een keertje online. 1, 2, 3 en 4. Goed, ik ben heel goed nog bezig. Sorry daarvoor. Waterenergie. Een Cockatcher. Sorry. Weaving Bell. The Mask Royal. Torchic. Whismur. Kijk! Love Disc. Trico. Latias Prism. Ik was helemaal vergeten dat we hier ook prisms hebben. Evie, wat zit jij hier nou achter mij? Ik vind je hartstikke lief, maar vandaag staat Magikarp in de spotlight. Niet gaan op een vervelende. Prism Latias. Primi Mist, attach basic energy card from your discard pile to each of your basic benched dragon Pokémon. Heel erg handig. En een goede kaart ook. Deoxys! Nou, tot nu toe hebben we gewoon een triple pull. Is dit gewoon echt een ultieme doos hier ondertussen? De ultieme doos, nu te vinden bij Geneekwaarts. Gestuurd via de post. Oké, nou, deze kunnen heel eventjes aan de kant. We hebben nog één losstukker over. Waarom ook niet? Ik wil even zeggen dat we hier uit kunnen halen. En dan natuurlijk de volgende video die gaan wij helemaal focussen op team. Nou, kan ik me eigen herinneren dat ik ergens heb gezegd van... Ja, dan komt Stevie de Eevee weer heel eventjes terug. Nee, het speelt te warm, geloof mij. Maar oké, 1, 2, 3, 4 van Steve. Goed. Eens even kijken. We hebben een staalenergie. Ik heb ze hele stapel ondersteboven. Goed bezig. Vroofile. Adventure Bag. Xatu. Jeepertje! Yay! If your opponent has any Pokémon GX or Pokémon EX in play, this Pokémon has no retreat cost. Kan hij dus gelijk weg. Arme Jeepertje. Cutiefly. Hoppip. Tangela, Nincada, Reversed Hollow Azumarill. Ik vind deze muziek heel erg spannend. Is het de perfect box? Shedinja. Vessel of Life, once during your turn, before your attack, you may discard all cards attached to this Pokémon and attach it to one of your Pokémon as a Pokémon tool card. When the Pokémon has a card as attached and knocked out, your opponent takes one fewer prize card. Ah, oké. Okay. Duidelijk. Oké, okay, ja. Die kaart dus ook. Beest. Waarom ook niet? Maar goed, in ieder geval, dat was dus de... Hoe heet die doos ook alweer? De Towering Splash GX Box van speciaal in het thema van... Magikarp! Serieus, Magikarp is nog steeds awesome. Video weer lekker lang gaat worden, omdat we gaan weer een hele boosterbox ondertussen doen. Is ook weer lekker aangeleverd. Ja, we hebben dus een nieuwe thema. We hebben een nieuwe set die dus uit is gekomen. En er zit één kaart in waar we echt op zitten te hopen. Ik hoop dat die eruit gaat komen. Dat zien we allemaal in de volgende video. Ik dank jullie voor het kijken. En laat weten welke kaart jij nog het liefst beschermen. Laat weten in de reacties natuurlijk als je daar tijd voor hebt. En ik dank jullie voor het kijken. Tot de volgende video. Laat like als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Rikard, enorm bedankt voor het brengen van de doos. Want ja, we kunnen natuurlijk in unboxings maken. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video.